De schilderkunst kent vele stromingen. Zij volgen elkaar op in de tijd, maar bestaan ook wel naast elkaar. Zowel in Frankrijk als in Nederland is het impressionisme van 1860 tot 1895 een van de belangrijkste stromingen in de schilderkunst. Typerende aspecten van het impressionisme zijn de gerichtheid op de beleving van het moment, de impressie, de keuze voor thema's uit het moderne leven, de bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur, een schetsachtige werkwijze en het werken in de open lucht. Representanten als Renoir en Monet zijn wereldberoemd en hun werk is vele miljoenen waard. Maar wat was er voor die tijd? Bekend is dat aanvankelijk het werk van de impressionistische schilders met veel negatieve publiciteit soms wordt toegelaten en vaak wordt geweigerd op de jaarlijkse grote expositie, de Salon des Artistes Français in Parijs. Als tegenhanger houden de impressionisten de Salon des Refusés, de Salon van de Geweigerden. Daar hangen de stukken die de officiële salon heeft geretourneerd met een stempel R, refusé. Zijn de gevestigde schilders die de dienst uitmaken op de officiële salon niet toch de leermeesters van de impressionisten? Natuurlijk hebben de nieuwlichters de schilderijen van hun voorgangers bekeken. Maar voor persoonlijke lessen aan de impressionisten tekent een overgangsgeneratie, waaronder vooral de schilders Eugène Boudin uit Honfleur en de Nederlander Johan Jonkind. Dat zijn de peetvaders van het impressionisme. Jonkind wordt geboren in 1819 in het Overijsselse Lathrop, in het laatste huis voor de Duitse grens. Zijn vader is commies, belastinginner, en wordt meermaals overgeplaatst. Al heel jong verhuist hij naar Vlaardingen. Aan de Tekenacademie van Den Haag krijgt hij les van Andreas Schelfhout. Dankzij Schelfhout krijgt Jonkind een beurs van koning Willem II om in Parijs verder te leren bij Eugène Isabey. De verleiding van het Parijse nachtleven is voor Johan te groot en hij gaat er bijna aan ten onder. Isabey brengt Jonkind naar de Normandische kust. Eerst ging dat nog met een stoomboot over de Seine. Hij maakt daar kennis met een andere leerling van hem, Eugène Boudin in Honfleur. Boudin voorziet eerst andere schilders van doeken, penselen en verf, maar geeft de winkel op en gaat zelf schilderen. Jonkind zet Boudin aan tot een lossere schilderwijze. Helaas vervalt de koninklijke beurs en vooral door de drank komt Jonkind zo diep in de schulden dat hij moet vluchten naar Nederland. Zijn Parijse vrienden vergeten hem niet en komen hem na enkele jaren letterlijk terughalen. Dan komt het moment dat Boudin hem voorstelt aan de veel jongere Monet. Boudin, Jonkind en Monet schilderen meermaals gezamenlijk in Honfleur. En ook in de mondaine badplaatsen bij uitstek, Deauville en Trouville. Thank you.
en een centadres bij La Havre. Zij zijn de eersten die niet meer in het atelier, maar en plein air, in de open lucht schilderen. Jongkind schildert daar zijn beroemde strandtaferelen. Een lage horizon met een grandioos licht- en wolkenspel. Op andere plekken gaat het om de combinatie van wolken en water. Monet noemt hem de enige goede schilder van watergezichten. In verschillende perioden schildert Jongkind dan weer in Holland, dan weer in Frankrijk. Zijn Hollandse doeken trekken Boudin en Monet zo aan dat beiden ook naar Nederland reizen om te schilderen. Het is vooral het beroemde Hollandse licht dat de Gouden Eeuw schilders ook zo inspireerde. Monet observeert in Jongkinds werk diens absolute trouw aan de eigen impressie en de manier waarop hij kleur gebruikt. Hij bewondert ook de levendige penseelvoering die uit zijn voltooide werk spreekt, het gevolg van de snelle studie die hij doet via eerdere schetsen. Al die kenmerken zitten in dit werk, dat een gezicht op de haven van Honfleur toont, met twee afgemeerde boten en de stad op de achtergrond. Maar het is de atmosfeer die het hele werk domineert en de compositie verenigt. Tussen de twee boten opent zich het perspectief en is de weg vrij voor het zwakke licht van de schemering. Boudin bekijkt het op zijn beurt toch weer wat anders. Jongkind weet op Monet het belang van atmosferische omstandigheden in een werk over te brengen, want die bepalen de kleur van de dingen. De tinten zijn hier aangebracht in functie van de manier waarop het licht op de voorwerpen valt. Monet hanteert ook de penseel in Saint-Adresse en je kan je afvragen waarom zijn stijl zo afwijkt. Maar als hij een paar jaar later de haven van Londen schildert, moet hij aan Jongkind hebben gedacht. Die luchten, die lage horizon. Jongkind en Boudin zitten in de overgang van realisme naar impressionisme. Zij schilderen niet meer de bijna fotografische werkelijkheid, maar ook niet de impressie zoals Monet dat doet. We vergelijken hun schilderijen van het strand van Etretat met elkaar en met het heden. Hoog op de krijtrotsen, iets ten westen van Honfleur, ligt de boerderij Saint-Siméon. Zo is het gebouw op deze plek blijven heten, ook toen het veranderde in een leprozengesticht, een herberg en nu een chic hotel. Vanaf 1854 gaat Boudin hier naartoe om te genieten van het uitzicht over de monding van de Seine. Hij sleept zijn vrienden erheen. En zo wordt het een vaste ontmoetingsplek voor wel een dertigtal kunstschilders. Ze worden goed verzorgd door de boerin, Madame Toutain. Hier
groeit de vriendschap tussen Boudin, Jongkind en Monet. Boudin maakt reizen naar België, Nederland en Venetië, maar leeft en schildert toch vooral in Normandië. Jongkind verblijft afwisselend in Nederland en Frankrijk, maar na 1865 zien we nog slechts een enkel Normandisch schilderij van hem, gemaakt tijdens een vakantie. Monet woont nooit aan de Normandische kust. Pas op 43-jarige leeftijd vestigt hij zich in Normandië, in Giverny, op 150 kilometer afstand van de kust. De kunstenaars hebben dus beperkt contact en de lessen van Jongkind en Boudin aan Monet beslaan slechts een kort tijdsbestek. Daarentegen heeft Monet veel contact met Renoir, Sisley, Manet en anderen die mogen worden gerekend tot de impressionisten. Zo breidt deze stroming zich uit. Maar de basis is gelegd. Monet zal blijven zeggen: c'est à Jongkind que je dois l'éducation définitive de Monet. Aan Jongkind heb ik de definitieve opleiding van mijn oog te danken.